Ten eerste, Sharon, ja. Hoe gaat het met je? Een beetje verkouden, zoals de rest van Nederland, denk ik. Maar ja, goed. In Amsterdam. Het is erg goed om te horen. We zijn hier natuurlijk ook voor een reden. Je hebt een nieuwe plaat uit. Ja. Voordat we het daarover gaan hebben, en we hebben het genoeg over jouw verleden gehad, dus daar wil ik niet al te diep op induiken. Maar ik wil wel even over de laatste paar jaar hebben. Ja. Want in hoeverre was je al bezig met een plaat voordat zeg maar, de hele wereld tot stilstand kwam? Ik denk dat tijdens het tweede album al mee bezig was. Oké. Okay. Ja, lichtelijk gewoon een beetje schrijven. En ik denk, ja, toen kwam COVID en toen heb ik zeg maar in sporadisch daar een week en tussendoor gewoon lekker therapie en kippen en ik was veel in Portugal. Maar goed, ja. Ik heb inderdaad gelezen dat je zowel hier in Nederland als in Portugal flink wat hebt lopen klussen. Ja. Hoe was dat voor jou om even je hoofd compleet leeg te maken en niet te focussen op muziek? Fijn. Okay. Ja, fijn en ook op een gegeven moment ook weer niet fijn, want ik weet op een gegeven moment word ik er ook gek van. Want ik moet gewoon muziek maken, maar het is wel fijn om te beseffen dat er ook nog een ander leven is naast de muziek. Ja. Confronterend ook, want als je al 8 jaar eigenlijk muziek aan het maken bent en eigenlijk alleen maar continu doorgaan, dan besef je in één keer van, wow, ik heb eigenlijk 8 jaar stilgestaan. Oké. Okay. Nou, nee, maar ja, emotioneel, sommige vlakken wel, ja, denk ik wel, ja. Kun je me dan, want ik ben natuurlijk geen artiest, kun je me een beetje omschrijven hoe dat is om zeg maar, want je was eigenlijk succesvol vanaf het begin, dus, ja. Dus om dan in zo'n soort van rollercoaster te worden gegooid, hoe ervaar je dat of hoe ging dat? Nou ja, het begin was natuurlijk heel fijn en ging heel goed en snel en op een gegeven moment, ja, dan heb je de eerste album af en dan moet de tweede album komen en dan gaan de dingen helemaal anders en dan moet je je helemaal aanpassen en je moet heel veel opnieuw uitvinden en allemaal verschillende dingen doen, zoals ja, mensen vertrouwen en weer doorgaan en de juiste mensen weer zoeken en een album schrijven en dan, ja, en zo gaat dat continu en het is misschien niet per se dat je zoiets hebt van, je hebt het heel druk, maar er is altijd wel iets waar je altijd met iets bezig bent, werkgerelateerd. En op een gegeven moment misschien, omdat je altijd maar het idee hebt dat je door moet. En oké, dan dit veranderen. En daar heeft eigenlijk helemaal geen tijd voor, maar je moet snel. En dan in één keer staat alles stil en dan, ja, en dan kijk je in één keer zo van, oh ja, wat heb ik eigenlijk om me heen? En is dat het wel het juiste? Ja. En klopt het dan dat je met dit nieuwe album Child of Sin, dat je wat meer terug bent gegaan naar hoe je het zelf wil hebben? Want zoals je zegt, van ja, op een gegeven moment komen er allemaal mensen omheen en die hebben ook allemaal mening over hoe het er gaat. En dat je nu, want je hebt nu je eigen label, je brengt het geloof ik onafhankelijk uit. Dus dat idee van, was dat gewoon even om die controle terug te krijgen? Ja, ik denk het wel, want uiteindelijk, natuurlijk wat je maakt, daar heb je altijd controle over, want het komt uit jou. Mm-hmm. Maar je hebt natuurlijk altijd voorkeuren en je hebt, het eerste album was voor mij al, ja, voor mij de twee, albums hebben dan natuurlijk een hoop liedjes, maar in die liedjes heb je een soort van rode draad, een soort van verhaal wat je wil vertellen. En het eerste album voor mij was dat heel erg Dig In My Love, 50 Shades, donkere. Voor mijn tweede album was dat eigenlijk Mama, Papa, Skyscraping, Cheap Smell. Mm. Maar dit zijn alle drie nooit echt singles geweest. En het was voor zeg maar toen de tijd voor het label was dat meer The Weeknd, Black Spider. En dat zijn nog steeds liedjes wat ik heb geschreven en waar ik ook achter sta. Maar het zijn niet de liedjes waar ik vooral van zeg van, Sharon, wat is je lievelingsliedje? Dan zou ik altijd zeggen, Mama, Papa, of Chiefs wel, want ja, en dat brengt me ergens. En ik merkte dat toen, dat tweede album, ja, gewoon. En ik merkte toch ook wel dat ik miste toch een soort van ondersteuning bij
En ook een soort van visie. Van, bij Oscar had ik natuurlijk een hoop visie. Het was een heftige periode, maar wel heel goed. En hij was altijd heel erg. Ik merkte ook het tweede album, dat was er niet. En het derde album ben ik daar weer naar op zoek gegaan. Eerst naar mezelf, vanuit, door therapie, maar ook mensen om me heen. Ja. Ja, en dan zo iemand als Jonathan Quarmby. Hoe belangrijk is zo iemand dan? Want je noemt net Oscar en die toch, nou ja, je zegt heftige periode, maar die was wel heel gedreven in, ja, in wat hij aan het doen was. Was dat hetzelfde nu met Jonathan? Hoe ging dat nu? Ja, zeker, absoluut. Jonathan is heel gedreven, maar hij is natuurlijk weer een andere persoon. Ja. En ook wat rustiger, ook iets wat ik waarschijnlijk echt nodig heb. Want twee van die gekken, no, that's too much. Ja, ik denk wel dat ik met hem wel iets heel speciaals heb, ja. En dat hoor ik ook. Ik hoor ook en ik zie ook gewoon wat hij uit mij haalt, in het verhaal wat hij daarmee maakt. Want uiteindelijk, ik maak muziek, maar ik heb wel iemand nodig die, ik ben een ongelijk projectiel en ik geef heel veel. En eigenlijk heb ik altijd iemand nodig die daar dingen uithaalt en die overzicht heeft en een soort van mij helpt, zeg maar, dat huis op te bouwen met de juiste stenen. Ja. Zonder te veel gekheid. Dat is de. En ik denk dat ik dat bij Jonathan wel heb gevonden. Ja, zeker. Ja, je noemde die soort van kernnummers op eerdere platen. Die nummers die misschien net wat dichter bij je staan als andere nummers. Was dat nu ook het geval? Je hebt bijvoorbeeld een nummer als Mama. Dat kan ik me voorstellen, is ook zo een. Ja. Maar was dat nu ook zo dat je een bepaald aantal kernnummers had in het begin die soort van het idee van het album hebben gevormd? Ja. Okay. Meestal wel. Child of Sin was eigenlijk al vanaf het begin. Okay. Not Scared of Giants ook en Mama ook. En dat zijn denk ik eigenlijk wel echt. Fragile is later gekomen, is ook zeker een onderdeel. Maar ja, ik denk ook. Ja, op een gegeven moment, als je ze. Er zitten ook wel wat dingen bij die juist helemaal niet ermee te maken hebben. Maar het geeft wel een bepaalde. Ja, ik vind het gewoon mooi om een bepaald verhaal te vertellen. Mm. Als ik een plaat luister, dan wil ik bepaalde dingen erkennen of terughoren. Ik weet niet wat dat is, maar. En ik merkte bijvoorbeeld bij de tweede plaat, ja, daar had te veel verschillende zijweggetjes. En dat wou ik niet. Maar ook wel, ik wil ook geen plaat maken dat gewoon één dezelfde worst is. Dus het is een beetje de balans, denk ik. Maar ik weet niet of het is gelukt, maar ik denk dat er wel een redelijke balans in zit. Ja, dat denk ik ook zeker wel. En was dat dan iets wat je, misschien iets van je persoonlijkheid of iets dergelijks, dat je wilde belichten dat je misschien niet op de eerste twee albums hebt gedaan? Of was het gewoon een soort van, hoe moet ik dat zeggen, een continuation van wat je al deed? Nee, ik denk dat ik wel echt mezelf kwetsbaarder. Ik denk dat ik voorheen ook. Nou ja, ik denk dat ik nu echt misschien beter begrijp wat mijn kracht is. En daar ook. Pas geleden vond ik heel bijzonder. Want ik heb dat soms heb ik wel. Ik was in. Waar was ik? In Ljubljana of in Zagreb? Volgens mij Zagreb. En ik stond buiten en ik had best wel een moeilijke dag. Ik was een beetje verdrietig die dag. En toen kwam een fan van mij. Die zag mij en die kwam praten. Het was een jointje. Dus ik was super blij. Ik dacht, oh, joint. En toen zei ze zo van ja. Toen begon het een beetje te praten. En ik weet niet, ik was gewoon emo. Dus ik ging wat meer vertellen over mijn leven. En toen zei zij al iets heel moois. En dat is trouwens ook wel heel bijzonder. Want ik merk ook dat onderbewust. Ik vertel natuurlijk meer dan dat ik soms zelf weet. Dus wat zij toen zei tegen mij. En wat ik wel vaker al heb gehoord nu. Is dat mensen toch altijd wel zoiets hebben gedacht of gevoeld. Of een bepaalde ondertoon. Dat ze dachten van er zal wel iets meer achter zitten. Terwijl. Ja, en
Terwijl ik dat zelf helemaal niet zo heb ervaren. En dan ging ik met die mensen dus in gesprek. En dan merkte ik dat ook heel veel mensen ook dezelfde ervaringen hebben als mij. Nou ja, dat is heel bizar. Maar dat is ook heel mooi. Maar ook heel bizar. Maar nou ja, whatever. Dus ik denk altijd dat er wel dingen in hebben gezeten. En ik weet niet dat ik er altijd zelfs zo bewust van ben geweest. En nu ik daar bewust van ben, kan ik het misschien beter kanaliseren. Het is misschien moeilijk om uit te leggen. Ja, ik kan het veel wel zo goed. Het is super moeilijk om uit te leggen, want het is allemaal gevoel. Het is puur. Ja, ja. Dat maakt het hetgeen wat ik doe soms ook lastig, want we hebben het over muziek en ik probeer daar dan heel analytisch op in te gaan, wat niet altijd even goed werkt. Maar dit idee dan, en ik weet niet hoe makkelijk dit is om uit te leggen, maar heb je een verklaring waarom je nu in de mogelijkheid was om jezelf kwetsbaarder op te stellen? En zo'n nummer als Fragile natuurlijk, dat die titel alleen al. Nou, omdat ik gewoon super depressief was en gewoon echt niet meer verder wou. Oké. Okay. Ja, nou ja. Ja. Welke rol, want ik wil het niet te zwaar maken. Nee, maar ik denk dat iedereen dat toch wel eens heeft. Zo, zeker, natuurlijk. Absoluut. Maar welke rol speelt muziek daar dan in? En je noemde net ook al de fans. En voordat de camera aan was, toen hadden we het heel kort even over de fans. Kreeg je ook een glinstering in je ogen van, oh ja, maar daar doe ik het voor in principe, zei je. Dus hoe belangrijk is dat element dan om wat je doet te delen met mensen? Nou ja, ik denk muziek van mij is altijd een mogelijkheid geweest om normaal te kunnen zijn. Ik weet niet of dat één sens maakt, maar muziek was altijd een manier om mezelf te verwoorden, dat sowieso, maar ook een manier om de dingen die ik heb meegemaakt te kunnen omzetten naar iets positiefs, waardoor ik er zelf ook beter mee om kan gaan. En als je dat stukje kwijtraakt ergens onderweg, dan op een gegeven moment doe je het dus niet meer voor jezelf. Doe je het voor anderen. En dus dan mis je een heel stuk waarom je dingen doet. Een soort van, hoe heet dat? Purpose. Ja, purpose. En corona natuurlijk ook. Ik bedoel, ja, in één keer was er niks meer. Ja, en dan ga je wel afvragen, wie ben ik eigenlijk zonder die muziek? Mm. Ja, en natuurlijk ook door mijn verleden, zoals, ja, iedereen weet natuurlijk dat, iedereen weet het. Maar dat maakt mij wel kwetsbaar, want ik ben natuurlijk een heel kwetsbaar persoon. Laag zelfbeeld, waardoor ik me heel snel in situaties niet goed genoeg kan beschermen. En ik denk die combinatie en het feit dat ergens niet thuis horen en dingen niet lukken. En, op een gegeven moment, was ik altijd zoiets van, I don't care anymore. Oké, maar zoals nu, op het plek waar je nu bent, want nu heb je dan, je bent eruit gekomen uit de donkere dagen. Uiteindelijk en wel. En je hebt een mooie plaat als resultaat. Ja, maar dat je op dat moment hebt zo van, het kan niet meer erger. Dan heb je twee keuzes. Dus of je stopt er helemaal mee, of je gaat het helemaal anders doen. Dat vind ik. En dus in dat pijnmoment zit ook heel mooi. Ja, want dat is wel echt een leermoment voor jezelf. Van, oké, maar waarom doe ik het eigenlijk? En dit zijn allemaal elementen, daar wil ik eigenlijk niet meer mee bezig. Dus nee. Bijvoorbeeld zo'n nummer als Goldmine. Ja. Dat volgens mij, we hadden het net al een beetje over managers en dergelijke. Volgens mij is dat ook gewoon van, ik wil weer, geef me die controle zelf, want anders word ik belazerd. Is dat waar dat zoiets vandaan komt? Ja, Goldmine heeft meerdere betekenissen. Maar ik bedoel, als je met een grote label werkt, dan zijn er natuurlijk oneindig geld en dat is altijd wel iets belangrijk en ik werd altijd bang, ik kreeg altijd angst van het feit dat ze dan zoveel geld investeerden en het feit dat je dan denkt van hoe ga ik dit ooit terugbetalen, dit kan ik nooit terugbetalen en op de dag van vandaag, natuurlijk nooit, ga je niet. En daar gaat het natuurlijk een beetje om, van wanneer is het klaar? Wat natuurlijk ook super fijn is, want je hebt in de industrie ook heel veel geld nodig om ergens te komen. Jammer genoeg, want het gaat niet altijd over talent. Ja. Maar
Ja, dat. Maar aan de andere kant, ja, ik bedoel, ik heb niet heel veel verdiend afgelopen jaren. Dat mag je best weten. En ja, dat komt misschien ook omdat ik veel heb terug geïnvesteerd. Maar natuurlijk ook omdat je gewoon zelf geen zicht hebt op de portemonnee. Mm. Wat eruit gaat. En ik merkte ook op een gegeven moment... gewoon je eigen ideeën. Zoals, kijk, als ik dan heel vaak een liedje maak... dan heb ik daar echt gewoon wel een bepaald gevoel bij. Een idee, een video, een beeld... En in het proces met een label, super vet ook. Er zijn mensen die voor je werken en dat is super fijn. Maar je raakt het kwijt, want er gaan zoveel mensen en dan heb je een producer. En ze willen alleen met die producer werken, want ze willen zeker weten dat het goed is. Ze willen geen risico's. Nou ja, maar weet je, en dan wordt alles heel safe en dan wordt alles, gaat het allemaal door. En dan, ja, voor mij, ik was nooit echt heel blij met het eindresultaat. Waardoor ik altijd gewoon een beetje een soort van zure vrouw van mezelf ook. Mm. Gewoon, ja. En natuurlijk ook, ja, gewoon keuzes soms die ik niet zou willen. Maar ook het geluk. Ik denk, the looking for my gold mine is natuurlijk ook de pot goud aan het einde van de regenboog. Dus yeah. Ook het zoeken van je geluk. Ja. Yeah. En heb je dat gevonden dan? Want nee, nog niet. Nee, lang niet. Nee, maar, laat ik het anders vragen. Ben je er dichterbij in de buurt dan als je een paar jaar geleden was? Jawel. Ja, dat is goed. Dat is het belangrijkste. Want er zijn inderdaad niet antwoorden van oké, nu is alles in één keer goed. Nee, zo werkt het kan ook niet. Nee, precies. Zo werkt het niet. Maar zolang het maar een beetje in de goede richting gaat. En ik denk het feit dat je nu wat meer controle hebt over wat je doet. Muzikaal en ook gewoon welke shows je doet. Ik geloof dat je wat meer de boeking doet. Ik geloof dat je de videoclip van Fragile, daar heb jij ook veel invloed op gehad, ja. Geloof ik. Dus al die dingen, ik denk dat het wel heel goed is om... Ja. Wat je zegt, dan heb je zelf, dan kun je er... Ben je wat meer eigen wereld creëren, ja. Gewoon. Ja. Waar je echt helemaal... En ik denk ook dat uiteindelijk... de luisteraars en van mijn fans en ik zelf ook, als ik kijk naar een artiest, ik wil gewoon in een wereld getrokken worden. Ik wil gewoon iemand in. Ik wil gewoon ergens. Ik wil niet iets zien wat ik al 100.000 keer heb gezien. En ja. En ik moet ook zeggen, want ik heb een Goldmine, heb ik ook een video over opgenomen. Dat is helemaal shit. Echt helemaal shit. Ja, vond ik zelf. Ja, het was een mooi, leuk idee. En, maar ja, soms dan, ja, dat is wel het risico. Je maakt dus alles wat fout, ja, en dan is dat heel jammer. Maar ja, dan, dus dat is de andere kant. Je kan niemand meer het schuld geven dan jezelf. Nee, maar uiteindelijk leer je dan toch weer van. Dan denk je van, oké, dit werkte niet. Nou, nee. Dan kijken wat volgende keer wel werkt. Ja. Dus dat is alleen maar een leerproces. Daar word je alleen maar op lang termijn beter van, denk ik. Ja. Maar wat ik dan leuk vind, is dat je noemt die wereld die je probeert te creëren en... je noemde het ook al Portugal, maar nu ben je ook naar Turkije geweest, geloof ik. Turkije is ook echt heel leuk. En je hebt daar een zigeunerband gerecruiteerd. Ja, dat was echt insane. Insane, gewoon bizar mooi. 10 man. Volgens mij zijn ze er nog veel meer nog, maar Turkse, Gypsy, Roma. Familie, volgens mij zijn ze allemaal familie, of in elk geval. Ja, het is gewoon bizar. Ik heb nog nooit zoiets moois gehoord, maar vooral de momenten tussendoor. En gewoon net die kleine, ja, gewoon eigenlijk gewoon van die ja, dingen die je eigenlijk niet hoort in Nederland. Zo, zeg maar, ja, gypsies, die kunnen gewoon net soms vals tegen het valse aanbuigen. En dan ook allemaal tegelijk. Ja, en toen ik hoorde dat in de studio, toen ik bij Fuad Guna was. Fuad Guna is ook een muzikant, oude man, bekend van MFE. En dat is een hele grote rockband in Turkije. Okay. En hij heeft een tv-programma, Music Between Us. En hij was in Eindhoven gekomen. Dat is heel grappig, want de hele buurt van mij toen de tijd, dat waren allemaal... Turkse mensen, refugees uit Turkije. En ik was echt binnen 1 dag, de hele straat kende mij. Dat is heel grappig. Maar
En door hem ben ik in Turkije gaan opnemen, want hij wil mijn duet opnemen. Dat hebben we ook gedaan, komt ook nog uit, maar dat weet ik niet wanneer. Alles gaat rustig, alles rustig. Alles op de tijd. Turks, tranquilo. Maar nee, hij zat ik toen bij hem in de studio samen met Jonathan. Jonathan had ik ook meegenomen, want hij moest even, want hij werd toch in depressie van de corona in Londen. En toen speelden hun wat fragmenten af, ook vooral dingen die ze zelf hadden opgenomen. En toen hoorden we, ja, die strijkers. En toen dacht ik, en toen zei Fouad, they're really cheap for you. Nee, niet voor hun natuurlijk, maar wel voor ons Nederlanders. Dus toen dacht ik, ja, bingo. I don't have too much money. They're cheap, so I guess I have. En Dorothy moest natuurlijk ontzettend lachen, want die hoorde mij al in het begin al van, I want this, I want that. He's like, don't even think about it. We don't have the money. There's no way. En toen kwam ik en ik zo, Jonathan, I found something. Zei hij, I can't believe it. Nee, maar ik vind dat heel tof, want dat geeft een hele, moet ik dat zeggen, een soort van werelds gevoel aan de plaat. Want je hebt een bepaalde nummers. Eentje, dat klonk voor mij meer als tango. Of nou, ik weet niet of dat de juiste omschrijving is. Maar gewoon, het klinkt als een, nou, wat je net ook al noemde, dat niet elk nummer precies hetzelfde is of iets. Je wil toch wel een, je wil dat het bij elkaar past, maar dat het niet allemaal hetzelfde is. Dus dat vond ik wel heel leuk. Dat was ook wel heel leuk, want als je andere plekken dus gaat opnemen, dan kom je echt op hele rare dingen waar je nooit en nooit, never, nooit niet thuis in Londen of, ik bedoel, Freedom hebben we ook geschreven in, ik zou nooit een nummer zoals dat schrijven in Nederland of, maar ja, op dat moment, daar maakt dat dan heel veel sens en dan, ja, en dan zegt Johnson ook, I love it, that we go to places, want dan krijg je zo'n soort van, en ik denk, en dat wil ik ook zeker blijven doen. Oké. Dus in de toekomst dan ga ik overal naartoe. Ja, helemaal goed. Als laatste vraag, soort van, wat is het gevoel nu dan? Want nu is de plaat af. Ik denk dat je er niet meer aan gaat sleutelen. Wellicht misschien nog een klein beetje. Maar... Nee, laat maar zitten. Dat is allemaal oké. Ik ben er nu wel goed weer, ja. Nee, maar wat is je gevoel nu dan? Kijk je heel erg uit naar live spelen. Je hebt natuurlijk al wat live gespeeld. En waar zit je nu met je hoofd? Ik zit nu nog bij de theatertour die ik nu nog aan het doen ben. Ik heb wel een paar bepaalde dingen die ik wel in mijn hoofd wil, waar ik naartoe wil. Ik ben al natuurlijk al bezig met het vierde album in mijn hoofd. Okay. Maar wat ik, ja, ik zou heel graag van dit album sowieso optreden. Zoveel mogelijk vette plekken, nieuwe plekken. En ja, hopelijk, zullen we zien. Maar dan zou ik heel graag natuurlijk wat vette festivals. Maar wat ik eigenlijk nog het allerleukste lijkt om te gaan doen, is het uit te gaan schrijven voor een orkest. En dan te kijken of ik per land, zeg maar met verschillende orkesten, kan gaan optreden. Dat is eigenlijk waar ik naartoe wil en dat is ook misschien waar ik met vierde album wel naartoe wil. Oké. Nou, dan moet ik toch even vragen waarom dat orkest is. Is dat gewoon, past dat goed bij wat jij doet en bij jouw eigen smaak, zeg maar, en natuurlijk ook bij je stem? Het is vrij cinematisch, denk ik. Ja. Nou, ik zou een modern day Marlene Dietrich willen worden. Ah, oké. Dus dan is het wel orkest, maar wel onder de grond. Nee, maar ik denk dat, ik weet niet, ergens, en merk dat het daar nu al een beetje naartoe gaat. Maar ja, ik weet niet, het intrigeert mij gewoon. Okay. En ik denk volgend jaar misschien lekker naar Spanje of naar Frankrijk en, I don't know. We gaan het zien. We zullen het zien. Sharon, heel erg bedankt voor je tijd. Ja. Dankjewel.